Ja, hallo allemaal. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Feyenoord Carrière. Aflevering nummer 3, dus we zitten nog helemaal in het begin van het seizoen. In de vorige aflevering heb je kunnen zien dat we de vriendschappelijke toernooi hebben gewonnen. Dus dat was erg fijn. En ja, dat levert natuurlijk gewoon een hoop cent op. Dat is ook fijn. En met die centen hebben we een nieuwe speler gehaald. En je ziet hem hier nog niet in beeld, dus dat gaan we straks even laten zien. Want ik wil graag dat je eerst even op like drukt. Maak deze video's voor jullie, jongens. 1 seconde van je tijd om even op like te drukken. Wil je vast wel even voor me doen? Ben je nieuw op het kanaal? Abonneer dan even. En ja, dan gaan we nu gewoon direct laten zien wie we gekocht hebben. Want ja, als je geld hebt en ja, je wil je team versterken, dan moet je nieuwe spelers halen. En we hebben hem hier ook in beeld. Het is Kangin Lee. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het is een Koreaanse speler gekocht van Valencia voor 12 miljoen euro. Dus het is best wel veel geld. Maar hij is best wel functioneel. Multifunctioneel moet ik zeggen. Hij is spits. Kan als centrale aanvallende middenvelder. Kan als linksbuiten spelen. Is pas 19 jaar. Linksvoetig. En ja, het is gewoon een heel groot talent. En niet onbelangrijk is als je natuurlijk zo'n soort speler naar je club haalt. Dan gaan alle toeters en bellen in Korea af. En ja, dan springt de merchandising en de marketing. Alles vliegt daar omhoog. Dus normaal gesproken heb je die transfer er zo weer uitverdiend. Terugverdiend, zeg maar. Dus ja, laten we hopen dat dat gaat gebeuren. Laten we hopen dat we gewoon een hele goede speler, een heel groot talent weer hebben gehaald. Want dat is wat we doen in deze carrière. Jonge, potentiële toppers naar de Kuip proberen te halen. En tot nu toe gaat dat erg goed. Want, ja, zoals je misschien wel weet als je de vorige aflevering hebt gezien. We hebben Medina als centrale verdediger. We hebben Dembele als rechtsbuiten gekocht. Wie hebben we dan nog meer gekocht? Camara als verdedigende middenvelder. En we hebben Van Bergen als rechtsbuiten. Dus ook nog een Nederlander. Ik ben er erg erg blij mee, laat ik het zo zeggen. Dan is het tijd voor, denk ik, Nieuwkoop om plaats te maken op de bank. Die gaat dan naar de tribune. Maar hij zal alsnog best wel zijn wedstrijden meegepakken, ben ik van overtuigd. Lieg begint vooralsnog niet in de basis. Want ik wil hem gaan trainen als aanvallende middenvelder. Hij kan wel aanvallende middenvelder, maar het is niet zijn hoofdpositie. Dus daar wil ik hem voor trainen, zodat hij backup eigenlijk wordt voor Berghuis. Zodat Berghuis ook af en toe even zijn rust kan pakken. Dat is wel heel erg belangrijk. En dan komen we aan bij de eerste wedstrijd van deze aflevering. De eerste wedstrijd in de Kuip in deze competitie, want de allereerste wedstrijd in deze competitie speelden we uit tegen Twente. Dus een hoop eentjes, maar hopelijk iets meer doelpunten vandaag. Leuk feitje, wat je misschien wel weet als je de vorige aflevering hebt gezien, is dat Sven van Beek verkocht is aan AZ. Dus ja, die komen we mogelijk tegen. Ik weet niet of die in de baas staan, goed, dat gaan we vanzelf zien. De aftrap is daar. Feyenoord krijgt daarom een ingooi. Berghuis biedt zich aan. Van Bergen die is dan helemaal vrij. Die kan hem dan voor gaan geven. Dat doet hij ook. Daar is Kokju. En met een volley schiet hij hem vol aan over. Ja, als je dat probeert, dan moet je natuurlijk een beetje geluk hebben. Hij probeert het met links, maar het scheelt ook niet heel veel hoor. Maar hij gaat over. En heeft Feyenoord weer balbezit. Dan gaat Sinisterra diep. Kokju ziet dat. Goeie bal. En dit kan mogelijk gevaarlijk worden. Als Sinisterra hier alleen de 16 binnen gaat, kan hij dan schieten. Dan kan schieten. En hij gaat er niet heel hard in, maar hij gaat er wel in. En zo is het Sinisterra die zijn goal maakt. En dat is een hele goede goal. Kokju met een vlijmscherpe paas. Sinisterra is natuurlijk snel. En kan dan alleen op de keeper af. Wordt daar dan nog wel een soort van gehinderd, maar niet genoeg. Hij kan hem langs de keeper schieten in het hoekje. En 1-0. Ingooi. Oh, goede bal. Gelijk van Prato op Kokju. Kokju kan er gaan scoren. En dat doet hij dit keer wel. De eerste kans die hij kreeg ging er niet in. Dat was ook een lastige kans als je hem in één keer neemt. Maar deze schiet hij er wel in. En daar is hij natuurlijk blij mee. En zo staat Feyenoord alweer op een 2-0 voorsprong. Berghuis hier op Prato in één keer door. Dat verwachten de AZ-verdedigers blijkbaar niet. Want hij is natuurlijk al een paar keer goed weggedraaid. Dit keer speelt hij hem in één keer door. En Kokju kan zo goed als vrij op de doelman af. En rolt dat netjes af. Zo kan AZ weer gaan aanvallen. Met Stengs hier aan de rechterkant. Haps is daar weg. Senesi vult het gat op. Stengs wil wegdraaien. Moet terug naar De Wit. En De Wit kan dan voor gaan geven.
En daar moet Geertruida dan winnen. Dat lukt niet. Karlsson richting Koopmeiners. Die was doorgelopen. Wijndal ook in de 16. Senesi kan deze bal wel wegkoppen. Camara, ja, dat is niet heel handig. AZ weer. En daar tikt Haps Stengs aan. En is het een penalty voor AZ. Ja, Camara leed daar balverlies. Dat deed hij natuurlijk niet expres, maar kon er ook niet heel veel aan doen. En hier is het dan Haps, die net te laat is met zijn tackle. En Stengs gaat neer. En zo is het een penalty voor AZ. De Koopmeiners gaat achter die bal staan. Koopmeiners versus Bijlo. Bijlo heeft er in de voorbereiding natuurlijk al 3 gehouden. In de finale was dat van het vriendschappelijke toernooi. Deze hoeft hij niet te houden. En hier weer een goede redding van Bijlo. Nou, niet weer, want de eerste penalty ging natuurlijk op de lat. Dus die redde die niet. Maar hier wel een goede redding van Bijlo. Die inzet van Karlsson was dat. En zo komt Feyenoord goed weg. En heeft AZ geen aansluitingstreffer. Sinistera kopt die bal weg. Stengs brengt hem weer in. Karlsson 1-2 met Sinistera. En dan een goede tackle van Senesi. Prato daar. Dan Berghuis. Berghuis, ja, daar is Van Bergen aan de rechterkant. Die is natuurlijk snel. Kan hij die bal goed meenemen? Dat kan hij wel. Dan moet hij hem voorgegeven. Dat doet hij ook. En daar is Prato met de 3-0. Goeie voorzet. Daar. Van Verbergen. En Prato komt achter zijn man. Toch aan de bal. En kan die 3-0 binnen tikken. Waar het eigenlijk 2-1 had kunnen zijn. Had moeten zijn misschien wel. Wordt het 3-0. En zo leidt Feyenoord hier al comfortabel net voor rust. Prato achter zijn man vandaan. Komt ervoor. En ja, van zo dichtbij onhoudbaar voor Bizot. Spajic naar rechts. Naar Geertruida. En daar stapt Wijnald in. Waardoor Van Bergen vrijkomt. En die krijgt die bal ook. Van Bergen dan. En dat is een hele goede paas op Berghuis. En dan is het 4-0. En is het weer Van Bergen met een assist. Die heeft al aardig wat assists op zijn naam staan. En is het ook Berghuis die vandaag zijn doelpunt pakt. En is het alweer 4-0. Voor Feyenoord. En ja, zo loopt dat aanvallen toch wel heel erg goed daarvoor in. Met de snelheid van Sinistera en Van Bergen op de vleugels. Creativiteit van Berghuis. En de kracht van Prato. Hebben ze toch van alles wat daar voor in lopen. En dat loopt tot nu toe heel erg goed. Haps aan de linkerkant. Die komt mee op. Er zit hier Haps. Berghuis. Haps weer. Berghuis weer. Prato. En dan loopt Camara door. Prato wilde die paas geven, maar die wordt geblokt. Dan zit hier Berghuis. Die doet dat een trucje. En daarmee speelt hij Kokcu vrij. Die kan dan zijn tweede scoren. En dat doet hij ook. Kokcu met zijn tweede. En Feyenoord leidt inmiddels met 5-0. Mensen, wat loopt het toch aardig. Berghuis daar met een trucje. Draait snel de andere kant op. Kokcu was helemaal vrij. En die maakt zijn tweede. En dan voordat AZ weer mag gaan aftrappen, wordt er gewisseld. Kokcu, dus met zijn 2 doelpunten, wordt naar de kant gehaald. Tevens wordt ook Berghuis naar de kant gehaald. En komen Ver en de nieuwe Kanning Lee komen in het veld. Dus dan gaan we eens zien wat die Koreaan in zijn mars heeft. Die naar voren kan met Sinistera hier dan. Sinistera naar Lee. De eerste balcontact voor Lee. En dat is gelijk een goede paas. Daar Van Bergen die daar helemaal vrij is. Van Bergen kan dan gaan scoren. Dat doet hij niet. En in de rebound is het wel Prato die de 6-0 binnen schiet. Van Bergen dus met het schot. Bizot dit keer wel met een antwoord. Dat is nog niet vaak gebeurd. Hij kwam vaker niet in het stuk voor nou wel. Maar deze heeft hij goed. Maar dan heeft hij de pech dat die bal voor de voeten van Prato komt. Dan kan ook hij zijn tweede scoren. Van Bergen. Van Bergen op Camara. Camara. Heeft hij een goede paas? Ja, die geeft een goede paas op Prato. Kan Prato zijn hattrick gaan maken? Doet hij dat ook? Dat doet hij ook. Want deze spits, die heeft zelfvertrouwen. En ja, die scoort tot nu toe toch echt aan de lopende band. En heeft Feyenoord toch een hele goede spits mee binnengehaald. Het is niet de snelste. Maar zoals een wijze man ooit zei, je hoeft niet snel te zijn als je maar goed loopt. En dat bewijst Prato hier ook. Hij liep goed. De bal, de paas van Camaro is goed. En Prato rolt het af. En zo staat het 7-0. Het hier dan toch wel bij gaan blijven is het Van Beek. Die tegen zijn oude club voor het laatste bal in bezit heeft deze wedstrijd. Die zal natuurlijk balen als een stekker dat je dan met 7-0 de mat afgaat tegen je oude club. En Prato mag de bal ophalen.
3 goals gemaakt. Dus de hat-trick is compleet. Dus hij mag die bal mee naar huis nemen. En dan komen we aan bij direct de volgende wedstrijd. De derde wedstrijd van deze competitie. Dat is direct alweer een toppetje. Waar we net dus AZ verslagen hebben met 7-0 thuis. Moeten we nu uit naar Eindhoven, naar PSV. En ja, gaan we kijken hoe fijn het ervoor staat. PSV dus met Goetze onder andere in de opstelling. En ja, Feyenoord speelt gewoon met dezelfde 11 als tegen AZ. Waarom zou je ook veranderen als je zo goed speelt? Spelers zijn allemaal fit en in vorm lijkt het. Dus ja, dan is er weinig reden tot wisselen. Maar ook PSV is natuurlijk gewoon een hele goede ploeg. En we gaan zien hoe het hier gaat lopen. Kokcu die was doorgelopen. Pratto heeft geen haast. Wordt ook niet echt aangevallen. Is het hier ook Van Bergen die daar goed vrij staat? Is het Pratto met een hele goede paas? Maar Van Bergen krijgt de bal niet langs Vogo. Dumfries met balbezit. Sinisterra zit er daartussen. Maar blijkbaar maakt hij een overtreding. Leek ook weer niet zoveel aan de hand. PSV wel met de vrije trap. Zahavi neemt hij. Spijts kopt weg. Niet bij een ploeggenoot. Rosario kan opvangen. Max, ja, daar zit... Daar ben je niet aan. De paas van... Berghuis was niet goed. Maar Feyenoord krijgt hij dan toch weer de bal. Berghuis dan nu met een goede bal op Kokcu. Die kan schieten. En die scoort weer. De vorige wedstrijd scoorde hij ook al 2 keer. En nu met zijn linkervoet schiet hij de bal langs Mvogo. En is het 1-0 voor Feyenoord hier in Eindhoven. Berghuis hier met een prachtige paas tussendoor. En Kokcu blijft Dumfries voor dit keer. En kan de 1-0 binnen schieten. En dat doet hij voortreffelijk, kan er eigenlijk wel zeggen. Want veel beter dan dit kan je hem er niet in schieten. Goed tussen zit, maar scheidsrechter geeft weer aan voordeel. Er mag niet veel van deze scheidsrechter. Zahavi daar met een paar goede bewegingen, maar komt niet langs Spijts. Maar zit hij wel malen met de kopbal. En Bijlo die uiteindelijk een makkelijk vangballetje heeft. Dus dan gaan we naar de tweede helft. Leidt Feyenoord dus met 1-0. En dan hebben ze ook de aftrap. Met Geertruiden hier aan de bal. Naar Camara. Camara hier met een zorgige bal op Kokcu. En die maakt daar een overtreding. En dat is een stevige. Wat gaat de scheidsrechter hier doen? Komt daar een rode kaart? Of nee, hij niet eens geel. Hij laat het bij een berisping. Hij leek toch veel te laat, Kokcu. Maar misschien dat het in de ogen van de scheidsrechter wel meeviel. Naar Rosario. Rosario op Zahavi. Zahavi met Spajic. Spajic zit daar goed tussen. Camara op Berghuis. Berghuis. Ja, goede bal op Sinisterra. Die is er nu door. Sinisterra is er nu door. Die kan schieten met links en die schiet hem erin. En Feyenoord leidt met 2-0 in Eindhoven. En is het weer Sinisterra die scoort. Tegen AZ scoorde die de openingstreffer. En hierna een goede paas van Berghuis. Is het Sinisterra die met links diagonaal binnenschiet. En Feyenoord leidt met 2-0. Dan is het voor Feyenoord tijd om te wisselen. Kokcu eruit, Camara eruit en Haps eruit. Malasia, Toornstra en Ver komen erin. Dus wat ervaren krachten. Zeker op middenveld. En wat verse krachten ook natuurlijk. Die deze overwinning over de streep moeten gaan trekken. En is het die Ver die doorloopt. Dan is het daar direct Toornstra. Dus kunnen de twee invallers dan direct beslissend zijn. Jawel, jawel, jawel. Het is Toornstra die de 3-0 maakt. En ja, zo is het toch wel een hele, hele beslissende fase in de wedstrijd. 3 wissels aan de kant van Feyenoord in 1 keer. En 2 daarvan zijn direct beslissend. Binnen de minuut is het Ver met de assist. En Toornstra die daar helemaal vrij loopt. En met links de bal langs Vogo schiet. Naar die 3-0. Maar dat maakt niet uit. Want de einde van de wedstrijd is daar. En Feyenoord heeft met 3-0 gewonnen. Het is een beetje gek dat de trainer daar ook in tenue loopt. Maar goed, het zal wel een reden hebben. Maar het gefluit is van het thuispubliek natuurlijk. Want die vinden het niet fijn dat er met 3-0 voor Feyenoord verloren wordt. Maar het uitpubliek daarentegen zal des te beter in hun vel zitten. En dan gaan we naar de derde wedstrijd van deze aflevering. En speelt Feyenoord thuis tegen VVV Venlo. Dus de vierde wedstrijd dus in de competitie.
Feyenoord heeft de eerste drie al gewonnen. Dus hij heeft de volle score van 9 punten. Dat willen ze graag zo houden. Maar er is wel een iets andere opstelling vandaag dan de voorgaande drie wedstrijden. Hier zien wij dat Prato al 5 doelpunten heeft gemaakt in de laatste drie wedstrijden. Dus die man is sinds zijn komst eigenlijk gewoon direct al in vorm en direct al heel erg belangrijk voor Feyenoord. Dan krijgen we hier de opstelling van Feyenoord in beeld. Dan zien we dus een aantal andere namen dan we dus gewend waren de laatste weken. Zien we bijvoorbeeld Nieuwkoop rechtsachter in plaats van Geertruida. Medina speelt in plaats van Senesi. Malasia linksachter in plaats van Haps. Verre Toortstra op het middenveld is geen Kokcu en Kamara. En ook Conte speelt dus in plaats van Sinisterra. Dan gaat Feyenoord beginnen. Aftrap. Berghuis doet dus wel gewoon mee. Prato doet ook gewoon mee. En gaan we eens even kijken hoe Feyenoord het met toch wel aardig wat nieuwe spelers het gaat doen. Of toch raar zo in het begin van het seizoen. Dan wil je toch gewoon zo snel mogelijk alle punten binnen zien te halen. Is het die Toornstra die de bal veel te ver voor zich uit speelt. En daarna ook nog een overtreding begaat. En is het hier een kans voor VVV. En is het Giacoumanis die kan scoren. En zo zit Feyenoord dus al snel op 1-0 achter hem. Dus met zoveel nieuwelingen, is dat misschien ook een vraag of problemen. Ja, als het goed gaat, dan hoor je daar natuurlijk niemand over klagen. Maar als het dan fout gaat, dan zullen daar toch vragen over gesteld gaan worden. En Bijlo kan daar niet heel veel aan doen. Van Krooi voor VVV. Nieuwkoop zit ernaast. Van Krooi kan richting de achterlijn. Kan die een voorzet gaan geven? Dat kan die. Moet Malasia daar het kopduel winnen. Dat lukt net aan. Medina kan die bal weghalen. Toornstra dan. Op ver. Daar gaat Van Bergen. Die is snel. Die heeft dan een klein beetje ruimte. Niet heel veel. Die moet dan wachten op aansluiting. Prato maakt er een loopbeweging. Toornstra die loopt er door. Die moet dan de 1-1 gaan maken. Dat doet hij. En is het al heel snel 1-1. En is Jens Toornstra die weer scoort. Vorige wedstrijd scoorde die ook al. En nu doet hij dat dus ook weer. En zo is het Feyenoord gauw en snel weer op 1-1. En dan krijgt die bal ook nog bij Conte. Kan Feyenoord weer gaan aanvallen. Prato. Berghuis loopt diep. Maar Prato die kan zelf gaan schieten. Dat doet hij dan ook. Kiersbouw met de redding. Van Krooi. Lindhorst. Van Krooi. Is er daardoor? Geen rechtsachter voor Feyenoord te bekennen. Daar is de ruimte. Toornstra moet er achteraan. Van Krooi. Gaat op Toornstra heen. Vrij makkelijk. Nu komt die spa iets tegen. En ja. Daar is het Machak die hem daar binnen schiet. Goeie actie van Van Krooi. En een goede goal van VVV. Hier heel makkelijk op Toornstra heen. Dan Spajic die hem ophoudt. Maar toch krijgt hij die bal voor. En de Malasia die staat erbij. Die kijkt ernaar. Van Bergen dan. Van Bergen die gaat buitenom. Krijgt de vrijheid om voor te geven richting Toornstra. En die kopt hem net naast. Dat is jammer. Kiersbouw met de uittrap richting Hupperts. Gaat daar dat duel aan met Malasia. Dat wint hij. VVV heeft balbezit met Lindhorst. Oh, Post. Die valt daar over de bal. En Ver kan die bal meenemen. Ver op Berghuis. Berghuis. Oh, wat een goede actie voor Berghuis. En Berghuis die scoort hem. Het is een prachtige treffer van Steven Berghuis. Die daar zijn man uitspeelt met een hele mooie beweging en vervolgens die bal er ook nog eens in schiet. Ja, dat laatste is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar als er een vrij voorafje aan vooraf gaat, is dat natuurlijk mooi meegenomen. Feyenoord publiek natuurlijk door het dolle heen, want het is een goede goal. Hier op Berghuis die heel vrij zijn man uitspeelt en die bal langs Kiersboom in de goal krijgt. En het is 2-2. Berghuis richting Conte. Berghuis lijkt dan buitenspel te staan. Conte gaat daarop terug. Toornstra. Prato. Prato, ja, die gaat redelijk makkelijk langs de man. En hij scoort gewoon weer. Met zijn 6e dit seizoen. En Feyenoord dan eindelijk op een voorsprong. Prato met de actie. Wordt nog niet heel erg aangevallen. En denkt dan, nou, laat ik dat maar schieten. En doet dat in de korte hoek. Heel hard. En dus een doelpunt. Ver zit er hier goed tussen. Feyenoord weer in balbezit. Spajic. Op Berghuis. Toornstra die gaat lopen. Toornstra die gaat lopen. Die kan dan ook gaan schieten. En wat heet. Wat een heerlijke goal van Jens Toornstra. Van net buiten de 16 krijgt hij de vrijheid. En ja, VVV geeft Feyenoord die vrijheid ook vaak. Die lopen eigenlijk maar achteruit. En dan denken ze misschien dat er een paas gaat komen. Maar ja,
Als je zoveel vrijheid krijgt en je kan zo goed schieten als Toornstra, dan neem je daar dankbaar gebruik van. En schiet hij hem heerlijk binnen en is het 4-2. Dan wisselen ze aan beide kanten. VVV gaat wisselen. En ook Feyenoord. Feyenoord gaat weer drie keer wisselen. Iets wat we vaker zien. Dat ze gelijk alle drie de wissels tegelijk inzetten. Toornstra van Bergen komt tegenaan eruit. De Jonge, een jeugdspeler, komt erin. Dembele, de nieuwe aankoop van Celtic. En ook Azarkan, jeugdspeler, komt erin. Dus twee nieuwe vleugelaanvallers met Azarkan en Dembele. En een nieuwe middenvelder met De Jonge, Guys. De Jonge loopt daar goed door. En wat gaat hij dan doen? Die legt hem af voor Berghuis en dat schot wordt geblokt. Dat is jammer, want anders had die jonge middenvelder al direct een assist op zijn naam kunnen hebben. Maar dat gaat niet door. Medina dan. Goeie actie. De Jonge weer. Laat zich gelijk al zien vanaf het begin. Prato, Azarkan, Prato. En Dembele, ja, die doet eigenlijk vrij weinig. Maar Prato die kan gewoon weer doorlopen. Dat is eerder deze wedstrijd. Moet er van iets verder uithalen. En Kiersbaum kan dit keer redding brengen. Maar daar zou bij VVV toch de aandacht op moeten liggen. Dat ze wat feller de duels ingaan. En niet zomaar een mens laten lopen. Corner dan, Prato. Kopt hem net naast. Daar kan. Naar Ver. Berghuis. Op Prato. En Dembele maakt daar nou nu de ren. Goeie bal van Prato. Dembele. En oh, die schiet er maar net. Net naast. Dat is jammer. Ook voor deze jonge speler. Want het is toch lekker als je gewoon even een doelpuntje mee kan pikken in zo'n wedstrijd. Maar hij schiet hem net naast. Dat is een hele goede paas voor Prato. Kiersbaum dan weer met uittrap. Dit keer gaat hij de andere kant op richting Post. Maar ja, daar staat Ver bij. Dat win je niet zomaar. Stier Berghuis. En weer Dembele. Gaat hij hem dan nu wel scoren? Nee! Dit keer schiet hij hem recht op Kiersbaum. Waar hij hem misschien ook wel af had kunnen leggen op Prato. Die meldt dat nu ook bij Dembele. Zo van, joh, je mag hem ook best wel afleggen. Medina moet daar al een rugdekking geven. Malasia was daar niet. Arias. Post. En daar is Roemer. Helemaal vrij. Gaat om Spajic heen. En Bijlo met een goede redding. Anders had het daar gewoon weer 4-3 gestaan. We zitten al ver in blessuretijd inmiddels. Dus een overwinning voor VVV zal er niet meer in zitten. Maar dat doelpunt had zomaar daar nog kunnen vallen. Post dan. En Roemer die wil uithalen. Maar Ver kan die bal daar oppakken. Berghuis dan. Maar het hoeft niet meer. Het zit erop. Feyenoord wint met 4-2 thuis van VVV Venlo. Dan zal het toch voornamelijk gaan over die twee tegendoelpunten. Want zo vroeg in de wedstrijd twee tegendoelpunten krijgen tegen VVV. Dat is niet nodig. Zeker als je zo goed bent goed in vorm bent als Feyenoord de laatste tijd. Maar uiteindelijk weten ze dan toch die wedstrijd te winnen. Mede door een heerlijke goal natuurlijk van Steven Berghuis. En daarmee komen wij aan het einde van deze aflevering van deze Feyenoord carrière. Staat Feyenoord bovenaan met 4 gespeelde wedstrijden, 12 punten. Dus dat gaat hartstikke lekker. Ajax volgt met 10 punten. Dus die hebben een keertje gelijk gespeeld. En ja, gaan we in de volgende aflevering even kijken wat we dan gaan doen. Dan gaan we tegen Zwolle spelen. Zal daarna de transfer deadline dag zijn. Dus Feyenoord kan nog spelers kopen of verkopen. Dat kan gewoon nog. Zullen er waarschijnlijk ook wedstrijden zijn tegen Heerenveen en tegen deze club, waarvan ik even niet weet hoe ze heten. Maar het is de UEFA Europa League gaat beginnen. Dan gaan we gewoon even kijken bij wie Feyenoord allemaal in de groep zit. Met Gdansk, Racing Lens en Aalborg BK. Dus Feyenoord zal volgende aflevering ook tegen Aalborg BK spelen. Spelen dus ook tegen Racing Lens, de club waar Medina gekocht is. En waar dus ook Texera naartoe is gegaan in ruil. Dus dat worden leuke wedstrijden. Maar goed, zover is het nog niet. Ik wil jullie voor nu bedanken voor het kijken. En hopelijk weer tot de volgende keer. Later!